Welkom bij een nieuwe video. Vandaag doe ik een wat ik op een dag eet, maar dan op vakantie. En we gaan de hele tijd buiten de deur eten. Dus het is echt easy peasy voor mij, want ik hoef zelf niet te koken. Een tentje gevonden waar ze dus echt amazing breakfast hebben. En het is ook vegan en super lekker met fruit. En dus daar gaan we eerst zo meteen naartoe. Maar we beginnen de ochtend eerst met hydrate. Dus ik ga nu mijn water pakken. Ik heb er lekker veel ijs in gedaan. Het is echt super heet hier en ja. We gaan vandaag ook lekker zwemmen. Ik heb eigenlijk al een beetje gepland wat ik ga eten. Ik ben echt zo neurotisch dat ik dat altijd dus doe, gedurende de dag. Dus ik weet ook vandaag wat ik ga eten. Ik moet een beetje bukken, want mijn stoel is een beetje hoog en ik ben een beetje in de camera gezet, een beetje laag. Anyways, ik heb nu lekker water met heel veel ijs en dat is zo lekker. Ik mis eigenlijk mijn citroentje nog, maar die heb ik hier niet. En ik vind het ook super leuk om wat ik op een dag eet video in het buitenland te filmen. Want dat is natuurlijk weer heel anders dan dat ik thuis eet en drink. En ik hoef alleen maar de restaurantjes op te zoeken. Het is niet dat ik iedere ochtend ontbijt en lunch buiten de deur eet. Want heel vaak maak ik gewoon mijn eten hier nog. Mijn broodjes en weet ik veel wat. Maar vandaag dacht ik van, hey, waarom niet? Jason die had er al breakfast gegeten. Het zag er zo lekker uit. Dus ik dacht, nou, dat ga ik dus nu dan ook doen. Dus gewoon echt helemaal vanaf mijn huis hier naartoe. Ik wilde toch zo graag yoga gaan doen. Wel een stoelen yoga, maar ja. Zand. Oh. Ga je ook wat nemen, schat? Bijna. Oh, wat gezellig, zo'n klein tentje. Ook smoothies. Een vegan carrot cake. Ja, schat. Wil je die? Een vegan matcha donut. Oh. Ja? Ja, dat kan. Dat mag wel. Lekker ding. Ik neem vegan Oreo. Ja, dat kan. Welke heb jij genomen, Jay? Het is echt met spanning op mijn eigen eten, want ik ben echt benieuwd hoe het eruit ziet. Boe. Oh, wauw. Dankjewel, super. Oh, wat is dat dan? Dat is een coconut. Het is een vegan softer van coconut water. Gemengd met, je krijgt alleen maar granola, pineapple, apple, strawberry en blueberry. Ja? Het is dairy free, sugar free en gluten free ook. Wauw, en het is een soort van ijs? Ja, het is een soort van ijs. Geen melk erin. Oh, wat goed. Ik ga dit dus nu echt zo keihard eten. Dit is dus mijn breakfast voor today. Ja, hier zit ik wel echt vol van. En zoveel fruit wat erin zit. En kokos en acai of acai of hoe je het ook zegt. I don't know. Andere. Foto. Hoe laat is het nu? Ja, bij de handdoeken. 1 uur, hè? Lunchen. Ja, lunchen. Het is lunchtime. Wat gaan we eten? Caesar salad, babe. Zo lekker hier. Oh my god. En ik heb ook nog geen water gehad, dus dat ga ik nu ook doen. Ik ga denk ik zo'n heel groot fles ding halen. Nee. Proost. Witte kwak op je kop? Witte kwak op mijn kop? Ja, is van de zonnebrand. Wauw, dit is dus mijn salade van vandaag. Thank you so much. Van Nick daar. Heb je honger? Nee, deze deed ik samen met Lessie. Oh.
5:30 en het begint nu happy hour hier te worden. Dus ik had echt heel erg veel zin in een cocktail en dacht, ja, happy hour. Precies het perfecte moment om dan een cocktail te nemen. Waar ga jij voor? Margarita. Margarita? Margarita, ja. Tequila, control. Control is altijd wel lekker. Frozen mojito voor me. Is echt lekker. Zo lekker fris. En hij is groen, dus hij lijkt gezond, maar hij is niet gezond. 1, 2, pro! Avondeten aan het halen. En ik zat aan te denken om een barbecue te nemen, maar dan is die vegan. En het schijnt echt super goed te zijn. Het is dit plekje hier. En ik ga nu naar binnen, want we moeten om de hoek naar binnen. Dus niet hier, dus om de hoek. Nou, ik heb van horen zeggen gehoord dat ze hier dus de vegan barbecue hebben. En ik heb echt zin in vegan iets. En jij? Ik in hamburger pizza. Hij is een vleeseter. Ja. Dit is de barbecue en dat weet ik eigenlijk niet zo goed wat het is, maar ik ga het nu eten. En hier heb ik boontjes en het ruikt echt zo lekker en het ziet er ook echt lekker uit. Proef, dit is tofu. Zo lekker. Oh. Mac and cheese. Lekker. Lekker, hè? Het is echt lekker. Oh, mijn haar ziet er niet uit. Ik ben helemaal nat van de zin. Dit was alweer het einde van mijn video wat ik op een dag eet on holiday. Ik hoop dat je een leuke video vond. Vergeet vooral geen duimpje omhoog te geven en te abonneren. Doe je door hieronder te klikken. En dan zie ik jullie bij de weekvlog. And have a pleasant day. See you later. Vergeet niet te abonneren. En ja, alles te doen.